ben Tamara Bergmans en ik werk in het Fotomuseum Antwerpen als curator van de collectieafdeling. Momenteel is er een nieuwe collectiepresentatie te zien in het Fotomuseum met de titel Photography Inc., Photography Incorporated. We zien echt de ontwikkeling van de fotografie van een luxe product, een ambacht, tot een massamedium. En het is ook echt het verhaal van de democratisering van de fotografie. We hebben een enorm rijke collectie. Ik denk dat we ongeveer 1 miljoen foto's hebben. Het gaat dan over positieve afdrukken en negatieve. En we hebben een 25.000-tal camera's, dus enorm. Dus hetgeen dat in de tentoonstelling te zien is, is slechts een fractie van wat we in onze collectie hebben. Voor deze tentoonstelling hebben we 1,5 jaar gewerkt. En dat gaat van het concept ontwikkelen tot in het depot zelf rondwanden en camera's en foto's uitkiezen, tot het boek maken en op het einde is het vooral Kill Your Darlings. Om mij te denken van oké, die zou ik wel graag laten zien, maar is deze foto echt nodig om mijn verhaal te vertellen? Gaat het iets bijbrengen? En dan heel vaak moet je gewoon je hart echt een steen maken en zeggen van dat zal voor de volgende tentoonstelling zijn. Het Fotomuseum is geen museum voor hedendaagse kunst, we zijn echt een fotografiemuseum, dus zeer mediumspecifiek. We hebben zowel amateurfotografie, professionele fotografie, wetenschappelijke fotografie. We hebben eigenlijk alle mogelijke aspecten van het medium fotografie in onze collectie aanwezig. En deze tentoonstelling was dan ook echt de kans om eens een aantal andere aspecten te laten zien. De expo Photography Inc. vertelt het verhaal van 175 jaar fotografie en is een jaar lang te bezoeken in het Fotomuseum aan de Waalse Kaai. Meer info leest u op antwerpen.be.